Minister Plasterk brengt op maandag 9 februari een werkbezoek aan Schiedam. De minister bezoekt het bedrijf Huisman Equipment dat zware bouwmachines ontwerpt en produceert voor offshore bedrijven. Met de wethouders Stam, Houtkamp en Van Steenderen en financieel directeur Henk Kastelein van het bedrijf bespreekt Plasterk onder meer de economische kansen van Schiedam, de metropoolregio en Agenda Stad. Aansluitend bezoekt de minister wijkcentrum De Erker waar hij spreekt met de vrijwilligers. Het gespreksonderwerp hier is onder meer lokale democratie. Vervolgens brengt Plasterk een bezoek aan de plantage. Daar spreekt hij met de bewonersvereniging over het convenant dat zij hebben gesloten met de gemeente en de rol van de bewoners bij het onderhoud van het park en het selecteren van kunst.